staat kwamen omdat hun bedrijf plotseling werd gesloten. Wat erop die. We zijn weer terug bij de zaalvoetbal Interland Nederland-België. Stand 1-1, u herinnert zich dat uiteraard. Doelpunten van André van der Leij en Leon Konings. We gaan eens kijken of Nederland kans ziet die Belgen onderuit te krijgen. Misschien via de allereerste paas van de nummer 5, Gilbert Heijgelen. De tweede helft heeft begonnen. En dat is dezelfde Gilbert Heijgelen, Frans Bouwman. Nou, is dat een corner? Nee. Ivan van Rijken mag gewoon ingooien. Ik zei het al, bijna iedere aanval wordt via 1-2 combinaties opgezet bij de Belgen. André van der Leij kan niet echt versnellen. Frans Bouwman. En dan dit uitstekende schot van Gilbert Heijgelen. Jammer, goal waard. Van der Leij, snel geschoten, maar niet snel genoeg gedraaid. Jos Schebelen, sterke jongen. Vrij trap voor hem. Dolmans. En weer die poging tot een 1-2 combinatie. Het geeft ook eigenlijk aan dat het Belgische aanvalsspel een tikje steriel is. Individuele acties, dat zou eigenlijk veel leuker zijn. En ik moet ook zeggen dat de Nederlandse verdediging daar gelegenheid voor biedt. Lichamelijk contact Frans Bouwman. Het is overigens een zeer faire wedstrijd. Geen mensen op de strafbank. En zo wordt het ook. Ja, erg snel gedaan. Jos Schebelen. Dit is hem. 31 jaar. Hij komt uit Genk. André van der Leij. Frans Bouwman. Moet pasen. Paul Scheuring. André van der Leij. Heijgelen. Scheuring. Bal moet sneller circuleren. Nu gebeurt dat eindelijk. Heijgelen, het is weer voorbij. En dan de 2-1 situatie. En dan mogelijkheden voor Franke. En dan Belmans. Hij doet het niet, hij wacht te lang. Krijgt die bal niet in de schietpositie. Dan dit. Jos Schebelen, die faalt. Hans Bouwman. Hij versnelt, dezelfde Jos Schebelen. Kan dat erg snel, dan komt er weer niemand mee bij die Belgen. En daar zijn wij tevreden over. Zeer onzin samenhangend spel bij het Nederlandse team. Nu mogelijkheden misschien voor Frans Bouwman. Het is een combinatie, zit er al gauw in. En dan de sliding, zeg ik dan maar, van Ivan van Rijkel, die niet bestraft wordt. André van der Leij. Frans Bouwman en dan, ja, dat is het patent van Frans Bouwman. Hij is erg blij, 2-1 scoort vanuit een onmogelijke positie. Bekijkt u dat in de herhaling. Die corner, daar gaat hij, de combinatie met Van der Leij. Bouwman en uit die onmogelijke voorste hoek scoort Frans Bouwman. 2-1 voor het Nederlandse team. Nederland leidt na 4 minuten en 5 seconden in de tweede helft. Benieuwd of de Belgen een antwoord hebben. Gilbert Heijgelen, Paul Scheuring. En dan hard werken van Henk Cordy. Dit is de stand, dit is de tijd. Van der Leij, hard, hoog. Wordt beter gejaagd door het Nederlandse team. De Belgische opbouw
wordt nog eerder aangepakt. Met name op dit moment door André van der Leij, die gelijk jaagt op die man met de bal. Dan krijg je dit soort onzuivere passes. Nou, Jaak Franke, balbezit. En het is weer voorbij. Arie Riedijk, die hem breed legt. Paul Scheuring. Riedijk. En dan dat breedte paasje op Gilbert Heigelen, die veel in het veld is en goed speelt. André van der Leij. Riedijk. Ja, zo kom je niet verder. Helemaal niet als je drie man achterhoudt. En dan ook nog dit vrij onnozele balverlies. Robert Belman die deze vrije trap meekrijgt. Nou, als er een inkomende man was geweest, bijvoorbeeld de nummer 4, die uit uw beeld verdwenen is overigens. Had ik het nog niet geweten. Gilbert Heigelen. Passeert Henk ten Kaat, is een medespeler. André van der Leij. Riedijk. Ten Kaat. Belgen worden uitgenodigd om te komen. Dat doen ze niet erg. Happen niet. Nederland wil zichzelf aldus ruimte scheppen. Want een verslagen aanvaller kan niet mee verdedigen. Dat is zo'n beetje de filosofie achter dit spelletje. En dan dit falen van Arie Riedijk. De paas en dan een uitstekende redding van Fred de Vos op dat schot van Frans Franke. Dit is Fred de Vos. Henk ten Katen. Die zeer traag gaat opbouwen en Nederland lijkt een beetje bezig met resultaatvoetbal. De belangen van het publiek worden op dit moment niet in acht genomen. Ja, een ingooi voor de Belgen. Leon Konings heeft gelijk. Man van de Belgische goal. Henk Cordy. Frans Franke. Henk Cordy. Dan van die achterlijn, nou bijna een eigen doel, Henk ten Katen. Geen ruimte voor de Belgen. Henk, ja, uitstekend schot van deze Henk Cordy. Dit is hem, nummer 3. Riedijk, dieptepaas. Vic Hermans, maar de bal is alweer terug. En dat is stereotype voetbal. Ten Katen. Ja, uitstekend werk daar van André van der Leij. Prima. Ten Katen kan er niet bij. Mag hem wel ingooien. Verkeerd. Zo moet het. Door de lucht. Frans Franke. Henk Cordy. Frans Franke weer. Konings die hem ook al niet onder controle krijgt. Gespeeld 8 minuten en 54 seconden. De stand is 2-1 in het voordeel voor Nederland. Dat uit die stand blijkbaar concludeert dat er niet al te hard aangevallen hoeft te worden. Ten Kaat. Arie Riedijk, een poging van deze nummer 9. Wordt overigens ongelooflijk hard gewerkt door beide teams. Dat is in ieder geval ook waar. Goed werk van André van der Leij, toch weer in die laatste manpositie. Henk Cordy. Daar gaat hij weer. Jaak Franke. Frans Franke. Henk Cordy. Frans Franke. Jaak Franke.
Zo zou ik uren door kunnen gaan. Ja, hij is er langs. Dan wordt er obstructie gepleegd door Vic Hermans, zegt de scheidsrechter. Dat is een goal. Ja, ja. Goeie dieptepaas van Leo Konings. En dan is het de nummer 4, Jaak Franke. Kijk, de nummer 7, Leon Konings die bal neemt. Door alle linies heen. En dan de nummer 4, Jaak Franke, die 2-2 scoort. We zijn weer in evenwicht. Van Balij. Vrij trap. Ten Kaat, ja, erg hard, zijn het. Tien minuten en 40 seconden gespeeld. 2-2 stand. Ik wijs erop dat deze wedstrijd in tegenstelling tot het minivoetbal wel degelijk gelijk kan eindigen. En dus niet beslist gaat worden via penalties. Dat zit hier niet bij. Bij zaalvoetbal. Dat is minivoetbal. Troebelen. Aan die zijlijn. Met scheidsrechter Chris Verhagen in de hoofdrol. Hij komt ruimschoots in beeld. Arie Riedijk aangespeeld. Henk ten Katen. Fred de Vos. Ja, Henk ten Katen, erg fraai. Goeie solo. Ja, dat is een verkeerde uitgooien van de keeper. En dat levert dan een vrije trap op voor Nederland. Ivan van Rijkel kan het daar niet mee eens zijn. Toch was hij wel degelijk in de fout. Te snel ingelopen, wordt niet bestraft. Het was subtiel wat Arie probeerde, maar het lukt niet. Aardige poging van André van der Leij in die combinatie met Vic Hermans. Dit is Vic Hermans en dat is Van der Leij. Van Rijkel, beste man bij de Belgen. En dan heeft onze scheidsrechter, de Nederlander Chris Verhagen, een overtreding geconstateerd. Op de stippellijn wordt hij genomen. Riedijk, erg snel geschoten en maar net naast. Riedijk. En dan gaat het weer mis. Ivan van Rijkel kan die bal niet kwijt. En dat levert opnieuw een vrije trap op voor Nederland. Van Rijkel zeer boos. Maar ik zeg het u, die bal moet stuitend uitgegooid worden. Zo door de lucht. Althans, hij hoeft niet te stuiteren, maar hij moet door de lucht in ieder geval. Niet rollen. Konings, we voetballen weer. Ten Katen. Nu is er mogelijk even de counter. 3-1. Nu moet de paas komen en dan is hij te veel te diep. Konings. Nico Cilicen. Ja, aardig ingeschoten en... Wat moeizaam door Fred de Vos, maar volkomen afdoende gered. Dat is een goal, duidelijk. De goal is van de nummer 7, Leo Konings. En de paas is van de nummer 9, Jos Gebelen. We gaan dat bekijken. Daar komt die paas. Althans, hij gaat naar die buitenkant. En dan zien we Konings helemaal vrij staan. Eerst nog die misser en dan die goal tussen de benen door. Konings scoort 3-2 voor de Belgen. En daar is het Nederlandse publiek erg ontevreden over. En ik kan dat begrijpen. Nederland heeft de hele wedstrijd gedomineerd. En het verdedigend spelende België ziet dat type spel toch gehonoreerd met deze voorsprong. Frans Bouwman, André van der Leij. Het is een goal. En ik mag zeggen een wat... gelukkig gescoorde goal, maar het is niet anders. Paasbalscheuring, daar gaat hij. André van der Leij. En dan zien we Cordy inkomen.
En hij raakt hem aan en hij verrast zijn eigen keeper Ivan van Rijken. André van der Leij, op zijn naam schrijven we die goal, scoort 3-3. Dat is het aardige van zaalvoetbal. Een scoreverloop kan enorm snel zich wisselen. Van der Leij in de hoofdrol, hij komt er ditmaal niet langs. Riedijk wil dat te moeizaam, te moeilijk oplossen en heeft een balverlies. Goed werk van Paul Scheuring, Van der Leij. Hij kan schieten eventueel. En dit is een uitstekende goal van Frans Bouwman. Oh, wat heeft deze man toch een toorinstinct. Schitterend gebeurt dat. Kijk, Paul Scheuring die zet die aanval op. Dan de paas van der Leij. Daar staat Frans Bouwman en in een moeilijke positie scoort hij 4-3. Schitterende goal. Nou, als dat geen lichamelijk contact is. Maar dat is gefloten door de scheidsrechter. Chris Verhagen. 15 minuten en 47, 48 seconden. 4-3 voorsprong voor Nederland. Frans Bouwman, geblesseerd. Hopelijk niet ernstig, want hij speelt in mijn eigen team. Van der Leij, Bouwman. Toch alweer 2 goals. Van der Leij, Riedijk. Kijk hem eens vechten. Dat heeft Paul Scheuring uitstekend gezien. Speelt zich ook prima vrij. Riedijk. Nederland controleert die wedstrijd. Bal in bezit houden, bal laten circuleren, laat die Belgen maar lopen. Dat is het uitgangspunt. Riedijk. Ja, Van der Leij. En nu wordt die paas. Oh! Maar dat is natuurlijk een sliding van de keeper. Die keihard met zijn voeten naar voren inkomt. En dat wordt niet bestraft. Nederland jaagt enorm op de bal. Ineens sfeer in het Sportpaleis met die kleine 5000 toeschouwers. Van der Leij weer tussen op die paas van Jaak Franke. Riedijk komt op en houdt hem goed binnen. Paul Scheuring, ja. Van der Leij. Versneld en dan dat paasje. Erg moeilijk te stoppen, maar wel degelijk gestopt door Ivan van Rijkel. Belgische opbouw. Ja, dat was een uitstekende inzet van Robert Belmand. Ja, goede paas van Arie Riedijk. Achterloos, achteruit gespeeld. Onderkant voet. Je moet het maar durven in zo'n situatie. Nederlandse spelersbank met de coach, Jaap Doornbos. En dan duurt het allemaal te lang. We gaan het overdoen, maar dan wel in het voordeel van de Belgen. Jaak Franke. Weer een 1-2 combinatie. Komen er niet langs. Net de Vos, de keeper. Kleine 7 minuten. Nederland leidt. En die paas, die dieptepaas is te diep. Goeie uitgooi van Ivan van Rijkel op Gebelen. Hij is hem alweer kwijt. Frans Bouwman. Kijken wat hij nu weer bakt. Kijk. Ja, het was een echt heel simpel doorloopballetje. Maar het is allemaal zo droog en zo ondoorzichtig. Die kan er vreselijk in trappen. Nu gaan we contact. Overtreding van Gilbert Heigelen van Nederland. Belmans. Hij is hem kwijt. Riedijk. Goed werk. Nu kan er versneld worden. 2-2 is de situatie. Riedijk. Goed geblokkeerd van de zeer hardwerkende Jos Gebelen. Die voor en achter te vinden is. Zeer sterk is. Goed schot heeft. Maar zwaar bewaakt wordt. Frans Franke. Belmans. En ook deze 1-2 combinatie haalt het niet. Dit is te droog.
En dan werkt Frans Bouwman, geheel in tegenstelling tot zijn gewoonte, zeer hard in defensieve zin. Maar wel een vrije trap. Voor Nederland overigens. Riedijk, Bouwman. Hij brengt doorgaans de diepte in het spel. 4-3 stand in het voordeel van Nederland. Belgen zijn te kloppen. Scheuring. Riedijk die het doorzien heeft, prima. En dan dit misverstand met Paul Scheuring. Ja, uitstekend passeerwerk en een ongelofelijk uitschot was dat. Opnieuw van de nummer 9, Jos Schebelen. Sterke jongen. Spreekkoren in het voordeel van Nederland. Niet verwonderlijk, want er zit vrijwel uitsluitend Hollanders hier op de tribune bij de Sportpaleis Ahoy. Ja, goede paas. En dan kan Robert Bellemans daar weer niet bij. Frans Bouwman neemt aan. Maar hij is helemaal alleen, heeft geen steun. Komt er misschien toch langs. En hij heeft het moeilijk en schiet op de paal. Wat een schitterende actie weer van hem. Wat een fenomenale zaalvoetballer. En hij heeft erg gevoetbald in, geoefend in het minivoetbal, moet ik erbij zeggen. Het is uiteraard een overtreding. En ook nog Hens. Henkoor die heeft balbezit. Jos Schemelen. Die bijna altijd op avontuur gaat. Robert Bellemans. En dan werkelijk de 1-2 combinatie tot in het overdrevene doorgezet. Want Bellemans had wel degelijk kunnen scoren. Gilbert Heigelen. Van RKHSV uit Maastricht. Hij heeft de bal opnieuw. Arie Riedijk van Voetbal International. Frans Bouwman die even niet meedoet. Maar wel in het veld staat. Nu wordt hij aangespeeld. Frans Bouwman. Clubgenoot van Arie Riedijk. Kijk eens wat hij doet. Wat een fraaie actie. Wat een goede redding ook van Ivan van Rijkel. Die de beste man van het veld is. Zonder enige twijfel. Bouwman wordt gewisseld voor André van der Leij. Hij heeft hard gewerkt. En ten Kate. Van der Leij balbezit. Is te weinig steun. Komt geen derde man meer op. En dan was hij erg dichtbij een goal. Maar zijn beentjes zijn toch zo kort. 22 minuten en 35 seconden gespeeld. Dit nadert het eind van de rit. Als de nummer 8, Robert Bellemans, zijn solo beëindigt. Zonder succes. Oh, wat fraai die voetbeweging van Arie Riedijk. En dan is er rust, Gilbert Heigelen. André van der Leij, publiek wil Nederland zien winnen. Ook al is het dan maar met 4-3. En het zit er dik in, dat moet ik zeggen. Maar laat ik niet te vroeg juichen, want het kan snel veranderen. Dat hebben we zojuist gezien. Nederland heeft achtergestaan in die tweede helft. 3-2, van der Leij scoorde toen 3-3 en Bouwman zeer vrij 4-3. Dat is de stand van dit moment. Henk ten Katen. Gilbert Heigelen. Zeer betrouwbaar spelend. Fred de Vos, goed keepend. En minder goed uitgooiend, zeg ik dan maar. Ja, deze uitworp van de keeper was duidelijk te ver. Ik wil het bijna een doelpoging noemen. Nou, dat wordt dan bestraft. Henk ten Katen met André van der Leij bij zich. Maar hij krijgt hem niet onder controle. 23 minuten en 55 seconden. Nog goed een minuut. 4-3 is de stand voor Nederland. Dat blijkbaar opnieuw gaat winnen van België. Als dit doorgaat, goede redding van Fred de Vos. Maar wat een kans voor de nummer 5, Frans Franke. Wordt hard gewerkt door het Nederlandse team. Dat juist door dat harde werken, door die paar zeer fraaie momenten van vooral Frans Bouwman, blijkbaar gaat winnen hier. Riedijk. Weg is weg. Lange halen gauw thuis. Een ingooi voor de Belgen. 30 seconden te spelen wordt opgeroepen door Dick Paschier. Zaalspeaker hier. Frans Franke. Hij krijgt hem niet onder controle omdat Gilbert Heigelen ertussen zit.
Ivan van Rijkel, zeer ver uit zijn doel, gaat zo'n beetje meespelen. Doet eigenlijk te lang over zijn ingooi. Dan gaan ze het nog een keer proberen via Robert Dalmans. De laatste seconde zijn we bezig. De nummer 5, Frans Franke. Cordy, hij komt er niet bij, het is bekeken. Nog 3 seconden, op de spelersbank wordt gejaagd. Nederland wint deze zaal voetbal in Talland met 4-3 van de Belgen. Het scoreverloop was als volgt. André van der Leyen in de eerste helft 1-0. Leon Konings 1-1. Dat was de ruststand. De ruststand die bereikt werd naar een niet al te fraaie eerste helft. Die tweede helft zou veel beter worden. Frans Bouwman scoorde 2-1 voor Nederland. Jaak Franke 2-2 voor de Belgen. Konings 3-2. Voorsprong voor de Belgen. En toen kwam Nederland pas goed los. Via van der Leyen 3-3. Een beetje gelukkige goal. Van richting veranderd. En Frans Bouwman tenslotte die zijn tweede goal scoorde. Een zeer fraaie 4-3 in het voordeel van Nederland. En daarmee heeft Nederland deze tweede zaal voetbal interland gewonnen. Wel, vanuit het niet helemaal volle, maar met 5000 toch zeer enthousiaste toeschouwers die het Belgische team, maar vooral natuurlijk ook het Nederlandse team een ovatie brengen voor de prestatie die geleverd is. Die mensen die gaan naar huis. Ik ga dus afsluiten. We hebben een aardig experiment gezien op televisie, dacht ik. Voor herhaling vatbaar. Goedenavond vanuit het Sportpaleis. Ahoy.